kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuw In Gesprek Met. Vandaag ben ik niet in de studio. Ik ben op bezoek bij een hele interessante mevrouw. En ik zie al dat jullie denken, wie heeft ze te gast? Wel, ik ben vandaag te gast bij mevrouw Ethel Overman. En mevrouw Ethel Overman is designer, teacher en consultant. Dus een hele jaja vrouw die echt veel dingen doet. Mevrouw Overman, welkom in gesprek. Dank je, hartelijk dank dat u het waardig vond om toch te komen en te zien wat ik doe, wat we hier doen. Ja. En ik heb al gezien hoor, ik heb rondgekeken, u doet veel. U bent designer, teacher en consultant. Vertel, hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Nou, het is al iets dat ik van jongs af heel leuk vind. Mijn moeder was modiste en ik heb het met haar in bloed meegekregen, zou je zeggen. En ja, je hebt andere dingen gedaan, maar dit was altijd mijn passie. En het is je hobby die eigenlijk je werk geworden is. Dat is een mooie combinatie. Ja. En ik zeg altijd, als dat waar je van houdt, als je daarmee je brood kan verdienen, dan ben je een gezegend mens. Absoluut. And then I count, you just have to count your blessings. Inderdaad. Want ik weet dat sommige mensen met veel moeite opstaan, moet ik meer gaan werken. Nee, hè? U springt uit het bed. Ja, ik kan niet wachten tot het dag wordt, zodat ik weer bezig kan zijn. Zodat ik met mijn studenten bezig kan zijn. Zodat ze nieuwe dingen kan leren, dat ik nieuwe dingen kan leren. En ze een tool geef om als vrouw zelfstandig je brood te kunnen verdienen. En zelfs als we het als een hobby gebruiken, je kan voor jezelf je dingen maken. Je kan je kleren maken, je kan je huis, je kan zoveel doen. En je kan je kinderen kleden. Je voelt, I did that. Ik heb het geproduceerd. I could do that. En je kijkt naar jezelf met andere ogen. Mm-hmm. Weet je? Ik vind, we hebben als vrouw, vooral de Surinaamse vrouw, naar het volwassen worden toe, zijn er andere verplichtingen gekomen. Het was eerst willen en dan wordt het moeten. En dan in dat moeten verdwijnt jouw eigen ik. Dat wat je graag had willen doen, wat je zo leuk vond, gaat achter, je verstoot weg. Omdat je andere belangrijke dingen hebt te doen. En dan vergeet je, zeg, hé, dit is waar ik van hield. Maar er moet een tijd komen waar je zegt, hé, ik moet dit terug hebben, want dat is wie je bent. En, weet je, en de Surinaamse vrouwen zijn heel creatieve vrouwen. Ja. Zo creatief, maar de tools ontbreekt ze om dat wat ze eigenlijk zouden willen doen, op een manier te doen dat ze zichzelf kunnen verkopen. En als je dat hebt, en dat is een dat echt in Suriname ontbreekt, toen ik terugkwam, ik heb een tijdje in het buitenland gewoond, dacht je dat je verwacht een heel ander Suriname. En ik kwam en ik zag hoe de Surinaamse vrouw nog zo op de oude manier bezig was. Ik zag plotseling, waar komen al deze Chinese winkels vandaan? En dat wat de Surinaamse vrouw haar hobby was, of haar inkomsten was, want vroeger waren er veel modistes. Dat is helemaal verdwenen. Helemaal verdwenen. En we kopen maar. En dat wil niet zeggen dat het je nog goed staat op de koop toe. Weet je? En ik vond het zo jammer dat die treed voor de vrouw helemaal was komen. Bijna helemaal was komen weg te vallen. En ik keek en zeg, ik dacht, ik kom terug naar Suriname. Ik kan dit, ik ga mooie dingen doen, mijn loudings maken. Ik mooi aan u, weet je? Maar u heeft een belangrijk woord gebruikt en dat is overdracht. Vele mensen zijn bang om over te dragen van, ja, misschien krijg ik concurrentie. Maar als ik zo naar u luister, met plezier doet u dat ook. En dat ik leer mijn studenten elke dag. Je moet nooit bang zijn om iets dat je kent of hebt geleerd over te dragen. Jij was niet de eerste die het hebt uitgevonden. Het is daar om over te dragen. Het zijn de talenten die God je gegeven heeft. En hij zegt, take it and multiply. Weet je? En als je bang bent om anderen wat te leren, dan ga je ook niet veel. Je houdt jezelf achter eigenlijk. Je houdt eigenlijk jezelf achter, want nou wil je dat zo angstvallig bewaren. En dan, al heb je, dan kan je zoveel. Hoeveel mensen ga je kunnen helpen? Hoeveel mensen ga je kunnen helpen? Ik zeg ze altijd, kijk naar die Chinezen op de hoek. Elke hoekje van Chinees. Ze vermoorden elkaar niet. Jij hebt de machine, dan ga je het bewaren. En als iemand komt en vraagt je,
Je hemd is mooi, mevrouw. Die hemden zijn mooi. Ik wil 1000 van ze hebben. Kunt u me 1000? Kan je? Nee, meneer, ik kan u maar 200 geven. Mm-hmm. Zeg, mevrouw, ik wil 1000. Dan omdat je die 1000 niet kan leveren, dan verlies je ook die 200. Precies. Maar als je 5 collega's had, toch? Die 200 elk konden doen, dan had je 800 geleverd, waarvan je al had je maar 1 gulden verdiend. 1 SAD. Dat je 800 SAD verdient, waarvoor je niet hoefde te werken. Weet je? Ik zeg, niet bang zijn. Als je kennis deelt, verdeel je jezelf. Mm-hmm. En dat is wat we hier op deze wereld zijn gezet om te doen. Het is niet te zeggen, hou het voor jezelf. Want als iedereen voor zichzelf had gehouden, zou jij het ook niet geweten hebben. En dat brengt me nu op een ander stuk. Want ik wil weten hoe u bent geworden wie u nu bent. Want u klinkt enthousiast, u draagt over. Hoe was uw jeugd? Wel, ik zou zeggen, een soort een mixmax. Mm-hmm. Het is niet altijd, mijn jeugd is niet altijd voor leierdakje gegaan. Ik kom uit een gezin van 10 kinderen. Ja, mijn moeder had 5 meisjes en 5 jongens. En mijn moeder heeft gestruggeld om ons groot te brengen. Gestruggeld om ons groot te brengen. Mijn moeder was een sterke vrouw. Sterke vrouw, maar heeft ook aardig tegenslagen gehad in het leven. We zijn deels door mijn moeder, deels door tantes, andere tantes opgevoed. Maar weet je, dat alles heeft me gemaakt tot wat ik ben vandaag. Dus teleurstellingen waren daar, de tegenstellingen, maar het heeft me gemaakt wat ik ben vandaag. En ik dank allemaal voor de bijdrage die ze hebben geleverd om me sterk te maken. Vaak denkt men dat een rolmodel een positieve persoon moet zijn. Negatieve ervaringen zijn ook een rolmodel om je te laten weten, dit wil ik niet. Hiervoor, ik ga proberen dit mij niet te laten overkomen. Al heb je het niet in de hand. Maar als je je best doet, kan je wel hulp krijgen. Of het nou negatieve of positieve rolmodellen zijn, ze hebben allemaal me geleerd wat ik wel wil en wat ik niet wil. En omdat ik het niet wil, wil ik zeggen dat me niet gaat overkomen. Maar je gaat je best doen en ervoor waken. En ik zeg mijn studenten altijd, Mati Barba Ebrom, I'm not do for you. Toch? Ik leer jullie zodat jij diezelfde fout die ik heb gemaakt niet hoeft te maken. Ja. Zo, we hebben een klein beetje al nader kennis gemaakt met mevrouw Overman. Maar u, heeft u zelf kinderen? Ja, ik heb 3 kinderen. Ik heb 1 prinsesje en 2 prinsen. Okay. Ja. Nemen ze over? Zijn ze ook in die richting? Wel, ik zou zo blij zijn voor mijn dochter, die kan het vergeten. Ze kunnen wel kleren maken. Ik heb ze allemaal geleerd om met de machine te werken. Als ze wat moeten maken, gaan ze het maken. De ene die het echt zou kunnen, dat is mijn oudste zoon. Ja, die moet nog een beetje volwassen worden. Niet zeggen volwassen, een beetje... Hij is ook een hosselaar. Hij doet van alles. Hij is een harde werker. En hij houdt hiervan. En ook mijnzelfde plan verschillen maar 5 dagen. Zo, we hebben een niveau waarop we echt kunnen praten, echt dingen kunnen doen. Hij wil, maar hij heeft te veel dingen aan zijn hoofd. En dan komen de kindertjes erbij kijken. Zeker, ja. Dan komen de kindertjes erbij kijken. Hij is wel bekend, just Yogi die. Yogi. Oh, ja, ja. Dat is uw zoon. Mijn zoon, ja. Oh, dat is heel bekend, ja. We begrijpen het. Maar, ja. Ik zie dus designer, teacher, consultant. Ja. Vertel de designerpaar. De designerpaar. Ik hou van design. Mm-hmm. Leuke dingen maken. Ik zie een wat vorm en zeg, hey, dit zou leuk zijn. Ik hield altijd van kleren maken. We hebben altijd, samen met mijn zusje soms, hebben we modellen gemaakt. Je ziet het in de winkel. Tekenen op krantenpapier, vouwen, uit. Want we zijn niet op les. Iemand denkt dat ik ben op school geweest. Nee. 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 Toen ik naar school wilde gaan, wilde mijn man niet meer leren. Omdat ze vonden, ik moet weer bij het begin beginnen. Zo. Ik zei, dat kan ik al. Nee, als je niet bij het begin, dus heb ik dan mezelf geleerd. En dan zelf geleerd. Dus zo zijn we dan echt begonnen met het designen. Leuke dingen, broekpakjes maken, pakjes maken. We waren altijd de hippe kipjes in de straat. Ja. Zo, ja. So, die interesse is gebleven. En toen ik... het was echt de moeilijke tijden, jaren 80, 90.
En je hebt je huis gebouwd, je hebt geld geleend, je wilde dit doen. En op een gegeven moment kom je niet uit met het geld. En dan denk ik zo, wat gaan we nou doen? Ze zegt tegen mij, weet je wat? Jij gaat die groenten planten, die kippen kweken, ga ik die kleren naaien. Aha. Want om te de schuld betalen. Okay. Zo. Dus zo hebben we het gedaan. En een van de groes hebben we 2 jaar uitbetaald. Ik zeg, okay. Ik vond het leuk. Ik zeg, dit kan mijn beroep worden. Ik werkte toen nog bij de overheid. Okay. Ja, wel bij de overheid. Dus in de jaren 90 wilde je uitbreiden, maar de mogelijkheden waren er niet. Je kan geen machine krijgen. Je wil uitbreiden. Dat kan niet. En ik ging wel vaker naar het buitenland. Ik ben naar Amerika geweest bij mijn zusje. En ik zag het, zeg, hoor, waarom kan ik dit niet hier? Mm-hmm. Zo op een gegeven moment besloot ik, laten we naar het buitenland gaan. Mm-hmm. Laten we dan sparen, een paar jaren werken, sparen. En als we spullen kopen, als we terugkomen, dan kan ik mijn business starten. Maar als u het over we heeft, wie is we? Mijn man en ik. Okay. En dan, ik wilde niet weggaan en de kinderen achterlaten. Mm-hmm. Zo, ik ben een paar keer geweest. Ik ging dan, zo tegen de vakantie, bleef 4 maanden, werkte, verdiende genoeg geld om alles te kopen voor onze kinderen, voor school. Mm-hmm. En dan ben ik de rest van de maanden terug. En zei ze, laten we wat anders doen. Want zo gaat het niet. Ga ik niks kunnen opbouwen. Dus zijn we toen vertrokken naar Amerika. We dachten 15 jaar. Het is 15, 16 jaar. Omdat dan de toekomst van de kinderen erbij komt kijken. Ze gaan naar school. Ze hebben, hun opleiding is belangrijk. En je kan niet zo pakken opbreken. Ja, dus we hebben het heel goed gehad. Ik heb, godzijdank, ben in goede aarde gevallen. Ik ben direct aan mijn trekken gekomen, want mode is echt gevraagd. En daar leer je dan nog meer design. Je ziet zoveel meer dat je kan ontwikkelen. En zo ben ik met het borduren in contact gekomen. Ja. Het borduren in contact. Als ik hier om me heen kijk, wauw, prachtig hoor. En ja, zo netjes. Dus, vertel, dus u begon te borduren. Ja, naast het designen, eigenlijk is bruidsmode mijn passie. Oh. Dus wie me even kent als, ik heb bruidjes, dan doe ik van kop tot teen, A tot Z, dat hele bruiloft organisatie. Dus dat was mijn grootste passie. Mm-hmm. Maar naarmate je begint met lessen, ik ben eigenlijk met lessen begonnen, doordat ik, soms heb je een kwaliteit in je die je niet zelf merkt. Mm-hmm. Iemand ziet wat in je en dan zeggen ze, hey, vooral de Amerikaan heeft dat. Mm-hmm. Ik ging een machine kopen. Ik moest de overlokmachine zeggen, ik moet nou lokken. Mm-hmm. En ik had 1 die was toen gestolen geworden, moest ik een andere hebben. Naar de winkel gegaan, machine gekocht en zo. Ik ga naar huis en dan zou je 3 cursussen krijgen, mm-hmm, om je te leren hoe je met de machine moet werken. Zo, ik ben thuis en ik word gebeld. Mevrouw Overman, there's something we would like to ask you. And then you like to ask me, dan denk ik, ik heb betaald voor die machine. Ik heb die bon hier. Maar dan denk ik, wat gaan ze je vragen? En ze, we would like to ask you if you want to teach the classes. I said, I come here to take classes. Yes, but we notice that you do a much better job than we do. Want soms zijn ze bezig en dan proberen ze de persoon uit te leggen, zo moet je doen, maar ze kunnen niet begrijpen. En dan, je bent er en zegt, oké, nee, doe dit. Je moet dit doen, doe dit zo, doe dat zo, doe dat zo. En dan letten ze op je, hoor. Ze letten op, ja. En we hebben de tweede klasse voor, de derde klasse. Ik zeg, I don't think I can do that. How can I? We know you can. En toen zei ik, I'll let you know. Weet je, ik hing de telefoon op. Ik heb gewoon een grote tjuri gemaakt. Ik weet niet wat deze mensen bezielt. Ja. Ja, maar ze zijn blijven. En ze, are you sure? Ze zei, yes, you can. Ik heb gezegd, oké, I'll come in. En zo is het gestart, het lesgeven. Ja, het was een Joanne. Mm-hmm. Ja, de Joanne Fabrics. En daarin was er dan de Husqvarna Company en zij verkochten de machines. En dan gaven ze je een beetje instructies als je de machine gekocht had. Dus dan ontdek je dat je veel meer weet dan je denkt. Maar voor alle duidelijkheid, je gaf les in hoe om te gaan met die machine. Oh, oké. Okay.
hoe je de verschillende steken maakt, hoe je staat van A tot Z. Zo moet je omgaan met die machine. Want als je die kennis niet hebt om met die machine te werken, dan heb je het voor niemand afgekocht. En dat gebeurt met veel van onze Surinaamse vrouwen. Ja. Dus zo is het begonnen. En ze kregen dan de cursus en daarna kwamen ze nog achteraf. Vroeg, kan je ons nog een beetje les geven? Want we hebben het niet helemaal begrepen. Hoe kan ik het? Ze zei, kun je thuis bij me komen? Of kan ik thuis bij je komen? Dus zo is het zich gaan ontwikkelen. Absoluut. Zo is het zich gaan ontwikkelen. En ik heb er heel veel van genoten. Ik heb er heel veel aan verdiend. Mm-hmm. En toen zei ik, oké, ik had een kleine borduurmachine. En zeg, nou wil ik iets groters doen. En met Valentine kreeg ik van mijn man een grotere machine. Wat een mooie Valentine. Was dat romantisch? Oh, ja. Weet je, je hebt zo'n vrouw gezegd, oh, je gaat me iets geven om te werken. Ik was al lang blij dat ik dat had. Ja, want je kan daar veel meer doen. Je kan er wat mee verdienen. En het is je familie ten voordeel. Ja, dus zo ben ik ermee begonnen. En ik heb me daar echt wel op gewerkt. Bij mensen thuis gaf ze les. Als de machines groot waren, ging ik naar ze toe. En hier zou je dat niet aan verdienen. Maar daar verdien je er echt behoorlijk aan. Echt wel. En dus ik ben daar gebleven al die jaren tot 2005 terug zijn gekomen naar Suriname. Maar als het zo goed ging, u verdiende de, waarom heeft u dan toch het besluit genomen om terug te komen? Weet je, Amerika is een land dat als je wil werken, als je wat wil bereiken, staat er je niks in de weg. Staat je niks in de weg. Maar het systeem, zoals de immigratie nou is, dat systeem is het meest corrupte systeem dat ik heb gezien. Ja. En als je toen we gingen, was het de politieke situatie hier. Mm-hmm. En de advocaten buiten die situaties uit. Mm-hmm. Om mensen dat geld af te terug. Mm-hmm. En dan zetten ze je in een situatie waar je niet had moeten zijn. En dan die advocaat waarmee we bezig waren, die was ook een corrupte, was ook gesloten. En op een gegeven moment sta je daar en je hebt niemand om je te vertegenwoordigen. En al zou je uitleggen, wij zijn een van de 4000 families die nou door de schuld van zo'n advocaat zo nou hier staan. Men wil het niet horen. Iedereen wil zijn geld verdienen. Dus op een gegeven moment kan je bepaalde dingen niet meer doen, want we kregen elk jaar onze vernieuwing. Je werfvergunning wordt vernieuwd, dus je bent al legaal daar. Maar als dat niet meer gebeurt, dan kom je op een situatie waar je... En je wil niet over je hoofd kijken, omkijken of zo. Het is geen van mensen zeggen, na zoveel hebben te hebben uitgegeven, zegt hij, we willen geen cent meer uitgeven, dan gaan we liever naar huis. Oh, dus u heeft geen green card gehad in de periode? Nee. Dus hebben we gewacht tot mijn zoon, de laatste, van de high school geslaagd was. En hij is de 27e geslaagd en de 29e waren we op het vliegtuig naar huis. Ja. Ja. Dus zo zijn we teruggekomen. Dus dan hebben we dat plan gehad, wat gaan we doen? Je wil niet komen en dan kom je maar gewoon terug. Je moet wat doen. Dus hadden we besloten, oké, ik kan dit voortzetten in Suriname. Kijk hoe we kunnen doen. Ik kan nou zelf mijn dingen doen. Ik kan daarmee verdienen. Hij kan weer zijn oude werk waarschijnlijk terugkrijgen. Dus zo zijn we dan teruggekomen. Mm-hmm. Zo zijn we dan teruggekomen. Nu zijn we in 2019 en ik zie overal om me heen machines. En, dus het is gegroeid. Ja, het heeft andere, het heeft een weet je, ze zeggen de mens wikt, maar God beschikt. Mm-hmm. Hij had meer voor mij in petto dan ik had verwacht. Mm-hmm. Want toen ik kwam en zag hoe weinig er werd gedaan voor de Surinaamse vrouw, vond ik het zo'n zonde. En ik heb gestruggeld hoor, ik heb echt geworsteld met mezelf. Ik zeg, ga dit niet doen. Ik wil geen hoofdpijn en zus en zo. Maar het is alsof iets op je hart gelegd is. En ik heb moeten zorgen, we moesten alles weer komen inrichten. Zoveel uitgaven doen en op een gegeven moment heb je geen geld meer. Dan moet je geld gaan lenen. En dan denk ik, boy, is het het wel waard? Is het het wel waard? Ik zit nog waar ik zit en ik zeg, lieve Heer, als dit het waard is... Dan mag je haar op mijn hoofd, mijn pijn doen, dan hoef je over me waken. Als je wil dat ik dit doe, dan wil ik. Maar dan moet je me bijstaan in alles wat ik doe. En ik dacht, ik ga gewoon kleren maken. Ik ben toen begonnen met lesgeven. Okay. Ik ben begonnen met lesgeven. Je weet, je gaat het niet kunnen doen zoals je toen deed. Je gaat niet verdienen wat je toen verdiende. Maar
de behoefte is groter dan dat. En ik heb altijd gezegd, als je begint en als je doet wat je moet doen, komt de rest vanzelf in place. Mm. Ja, ik hoef niet rijk te zijn, ik kan eten. Mm. Ik ben blij als mijn studenten komen, ze zijn blij met me. Ze gaan lachend naar huis en ik blijf lachend achter. Ik blijf tevreden en gelukkig achter. Ik zie u straalt. Maar hoeveel studenten heeft u? Zo, ik heb, hoe zou je het zeggen? Ik heb door het jaar misschien zo'n 4, zo, tussen 4 en 500 mensen die komen en gaan. Oké. Ik ben in 2007 begonnen. En studenten die er toen zijn begonnen, komen nog steeds. Ja. Ze komen nog steeds. Een van de studenten zit hier, hè? Straks gaan we die in beeld brengen. Dus dat wil zeggen dat het ze bevalt. Ja, heel klein begonnen. Eerst met een ploeg die ik helemaal gratis getraind heb. Hopende dat ze met me zouden blijven en het samen opbouwen. En dan leren en dan kunnen zij zelf dan hun eigen gaan starten. Dan ondersteun ik ze met alles wat we... Dat was mijn intentie. Op een gegeven moment stond ik weer moedersiel alleen, hoor. En ik was gewaarschuwd. Ik wilde... wanneer je idealistische dromen hebt. Ik was gewaarschuwd. Zeg maar, mevrouw Oeverman, doe dat niet. Doe dat niet. Surinamers zijn... Je kan het. Ja, ik heb een harde les geleerd. Ik moest met hangende poeien zeggen, jullie hadden gelijk. Ik sta weer met de ziel alleen. Want ik zeg wel, Lord, I'm here, what to do? Pick up and start moving. En he got me here. En we hebben aardig wat studenten die afgeleverd. Ik ben een brother dealer geworden. En importeren de machines. Yeah. En dan kunnen ze de machines kopen. We zijn een service center. Als de machines niet in orde zijn, brengen ze ze hier naartoe. En dan worden ze hier gerepareerd. Op dit moment ben ik degene die repareert. Je repareert machines. Getraind. We hebben mensen getraind, want de Brother Company is toch wel een van de betere companies die de after service. Mm-hmm. Ja. En dus we krijgen training, ze komen ons trainen, we kunnen gaan voor training. En ik heb aardig wat mensen getraind, maar... Weet je, de Surinamer heeft de neiging, als ze iets weten, dan denken ze, ik ben er al. Ja. Ik ben er al. Sommigen zijn uit noodzaak, want ze hadden ook hun werk. Mm-hmm. Dus door de noodzaak van hun werk, dan konden ze dan niet doorblijven. Ik hoop dat ze later in het leven toch weer opnemen, want het is toch wel een interessant vak. Maar voor mij is het op dit moment noodzakelijk kwaad. Ja. Maar je kan niet een product verkopen. En dat is waar ik in Suriname, zo vind dat de overheid echt moet inspringen. Mm-hmm. Want het is verschrikkelijk wat je koopt in de winkel en waar je geen garantie op krijgt. Ja. Als je geen garantie geeft, wil dat zeggen, je staat niet achter je product. Precies. Je staat niet erachter. En ik heb vaak dat ik niet koop. Ik koop het niet. Mm-hmm. Als je niet erachter staat, waarom is mijn geld dan goed voor je? Weet je, het is een wisselwerking. Jouw product, mijn geld. We moeten beide tevreden zijn. Weet je? Dus wij hebben altijd een garantie. En we hebben after sales. Als er wat is, kunnen ze altijd komen. Ik ga altijd mijn best doen om ze te helpen zoveel ik kan. We hebben al een aantal dames afgeleverd. Een paar doen haar eigen zaak, hun eigen business. En de meeste mensen hebben hun machines en ze verdienen zo hun inkomen. Normaal hebben we elk jaar, aan het eind van het jaar, hebben we dan een open house. Ik heb het vorig jaar niet gedaan. Ik ga dit jaar niet doen, omdat ik dit jaar eigenlijk een beetje vrijgenomen heb. Okay. Ik heb een jaar... Op een gegeven moment, je kan houden waar je van doet. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet moe wordt. Ja. En dat je niet een burn-out kan krijgen. En I was close to a burn-out. Ze zei, neem some time out. Mijn familie is in Nederland, dus ben de laatste maanden in... Nederland geweest. Ik ben gekomen om ze te helpen met die machines nu. Mm-hmm. En dan neem ik nog een tijdje. Dus volgend jaar begin ik weer volop. En dan begin ik weer met de trainers cursus. Zodat net zoals een paar studenten nou hun eigen bedrijf hebben, nog meer kunnen zijn. Mm-hmm. Als er elk district zo'n dependance kan zijn waar de vrouwen naartoe kunnen. Want vrouwen komen van overal. Ze komen van Frans-Guyana, ze komen van het district. Ja. Ze komen van overal, omdat dit de enige plek is geweest waar ze konden komen. Ik zou willen dat ze niet zo ver hoeven. Ja. En dat er meer plekjes zijn waar de getrainde mensen zijn, waar de vrouwen in hun buurt naartoe kunnen gaan. Dus dat is mijn streven.
Mijn Engelse Ego was een modeacademie. Ja. We hebben het nodig. Absoluut. Want er zijn een paar heel goede designers hier. Er zijn een paar heel goede designers hier die als we echt de krachten bundelen, dat we echt moeten betekenen met de cultuur van Suriname, zo'n rijke cultuur, zouden we heel veel moeten kunnen doen. Zouden we echt heel veel moeten kunnen doen. Maar de key die u aanhaalt is eigenlijk samenwerken. Mensen moeten niet bang zijn om samen te werken. Je moet niet bang zijn om samen te werken. Maar je bent met één vuist. Als je samen één vuist maakt, kan je heel veel doen. Ik druk ze altijd op het haar. Wees niet bang om samen te werken. Als je wat nodig hebt. Jullie hebben het allemaal geleerd. Ik lees altijd, als ze in een groep zijn, neem elkaars telefoonnummer. Ik ga niet altijd daar zijn, maar jullie hebben elkaar. Als je wat niet begrijpt, als jullie allemaal samen bij elkaar komen, moeten jullie het vinden. Weet je? En als je dat hebt, zo bundel je, zo maak je de vrouw. Weet je? Zo maak je als vrouw een hechte bundel om samen wat te doen. Samen wat te doen. Ik probeer te leren hoe te marketen. Hoe market je product. En bovenal de kwaliteit. De kwaliteit van het product. Ze weten, daar grap ik niet mee. En als ze het niet goed doen, zeg niet dat ik je geleerd heb. Ik heb je dat met elkaar mee. Nee. Ja, okay. Zeg ze, het enige waarmee ik doodgegaan is mijn naam. Absoluut. Toch? Als het besmet wil, laat mij het zelf besmetten. Je hoeft niet van me te doen. Zo, ik les altijd. Sta achter wat je doet. En als je staat achter wat je doet, als de kwaliteit goed is en de persoon zegt, wauw, is het al verkocht. Ja. Is het al verkocht. En als je voor 100 gulden kan verkopen, mag je gerust 10 gulden erbij zetten. Yes. Toch? Mm. En als ze zeggen, haal een pintje weg, dan haal je 5 gulden, dan heb je toch nog 5 gulden met me. Mijn vader zei altijd, naar Juna Kuli in de familie. Maar het is, we doen veel. Nou, ik zeg, als je wat wil doen, je klaagt over de Chinees. Waarom klaag je over? Kijk wat hij doet. En doe het ook. Doe het ook. Net zoals hij het kan, kan jij het ook. Toch? Zit niet te kijken, ja, hij dit en dit. We houden van klagen. We houden van klagen. Maar we houden van, oké, laat me oppakken. Ik kan het zelf doen. Een van de dingen die mevrouw ook leert. Dat ijzer is kapot. Oh, ik heb die man al lang gevraagd, maar dat is. En zeg maar. Wat verbied je om zelf te gaan onderzoeken wat er met dat ijzer is? Een schroeven draait en iemand te onderzoeken en dan ga je zien, het was een kleine snoer die los was. Wat verbied je om dat te doen? Weet je? Onderneem zelf wat. En mannen houden van vrouwen die ondernemen. Weet je? Het kan ze soms een beetje paten spelen. Ja, maar als ze mature of zijn, stellen ze het op prijs dat de vrouw wat kan. En soms zeg ik, weet je waarom die mannen daar op de hoek staan? Want ze denken, Tim, als een vrouw weer niet idee. Je moet doen dit, je moet doen dat, je moet doen dat. We moeten onze mannen ook leren waarderen. Weet je, en leren ze, ze hebben een manningmachine voor je gekocht. Oh, je bent blij. Zeg, wat heb je voor hem gemaakt? Heb je al wat voor hem gemaakt? Nee. Dat is mijn mama met tikke machine. Toch? Toon hem dat je het waardeert. Absoluut. Maak een leuke baddoek met zijn naam, Daddy Bob. Yes. Dat. Weet je, met een biggie. Dan heeft hij spirit om het. Volgende keer wordt het nog groter. Oh. Weet je, en dat is zo. We moeten de harmonie. Het prettige dat ik vind hiervan, als een vrouw kan leren dit doen, kan ze thuis werken. Ze hoeft niet speciaal uit werk en naar een baas te gaan. Dan ga je met zo'n gezicht naar die baas. Je wil daar niet zijn. Maar je hebt niets anders. Maar als je kan, ik zeg ze altijd, probeer te vinden. Wat is het dat je het liefste zou doen als je ogen openmaakt? Nu, wat is het dat ik het liefste zou doen? En dan moet je daarnaar streven. Je kan het misschien nog niet doen op dat moment. Maar het moet altijd in je achterhoofd zijn. Ik doe dit. Maar als ik daar ben, zo de gezondheid, wil ik dat. Maar stel je doel. En als je met wat je hobby is, je kan verdienen, dan kun je thuis blijven. Je kan je kinderen gaan ophalen van school wanneer je wil. Je kan zien wat ze doen, waar ze zijn, at any time. En dat geeft een hechtere familieband. De opvoeding is niet afhankelijk van buurvrouw, het is hoofdzakelijk van jou afhankelijk. Je kan op ze letten, je kan ze sturen, je kan ze de goede
dingen, de goede indrukken bijbrengen. En dat is een van de voordelen die ik vind als je thuis kan werken, van huis uit kan werken en je werk leveren. Als we dat soort dingen meer in de proberen, dat soort, hoe zou je zeggen? Dat soort zaken te stimuleren. Ja, dat soort zaken stimuleren, dat soort beroepen. Yes. Te creëren voor vrouwen, voor mannen. Want beroepsgericht onderwijs. En daar kijkt men op neer, terwijl het juist heel goed is. Hè? En weet je, het systeem van beroepsgericht onderwijs, ik heb met ministers gesproken, ik heb met dingen gesproken, maar de manier waarop het onderwijssysteem in elkaar is gezet, geeft geen inspiratie om te doen. En dan klagen de scholen, ja, die bedrijven willen die kinderen niet hebben. Maar wie gaat in deze dag en tijd met naald en draad iemand sturen naar een bedrijf om een bijdrage te leveren? Je doet niks voor me. Je doet niks voor me. Het onderwijs, het beroepsgericht onderwijs, moet aangepast worden aan wat de maatschappij nodig heeft. En dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. En zo kun je een stagiaires nemen. Ik zeg, wat ga ik met ze doen? Ik kan met stagiaires niks doen. Ik ben een school. En ik heb het geprobeerd. Maar dan neem je van jouw tijd, want dan moet je ze nou gaan onderrichten in iets dat ze helemaal niet weten. En je weet niet of het bedrijfsleven daarop al ingesteld is. Ja, ik ben meer voor mensen die zich willen een beroep willen leren en dit als hun beroep willen doen. Die de kennis bijbrengen en richten hoe te marketen en hoe je een kwaliteitsproduct afgeeft. Maar dat is waarom het bedrijfsleven geen stagiaires wil. Ze willen geen stagiaires, want ze doen niet wat ze... Als je komt, dan moet je een hulp zijn voor me. Precies. Toch? Je moet die machine weten te beheren. Je moet het kunnen... je moet een hemd maken. In 5 minuten moet je een mouw kunnen opzetten. En dan weet ik, ik heb aan deze persoon wat. En dan gaan ze die ervaring opdoen, totdat zij zelf hun eigen bedrijf kunnen gaan starten. En dat ontbreekt in Suriname. Het ontbreekt heel veel. Ik wens dat ze dat zouden kunnen veranderen. Het zou heel een goede stap in de goede richting zijn. Voor onze jeugd. Ja, echt een stap. Ik had het al aan het begin gezegd. Een jaja vrouw. Helemaal. Nou, u bent echt bezig. En ik zie, wat belangrijk is, is dat u echt niet bang bent om uw kennis over te dragen. U gaat er in elk geval niet mee dood. Want dat gebeurt er vroeger vaak. Hè? Mensen, ik ga dat dit, ik weet dat alleen kon niet. Maar dat gaat in uw geval niet zo zijn. Soms vragen men me, wat is je grootste vrees? Ja? Dan is mijn grootste vrees dat ik voor mijn maker kom en zeg, wat heb je gedaan met die talenten die ik je heb gegeven? Dan ga ik met een mond vol tanden zitten. Ik kan tenminste zeggen, lieve, ik weet niet of ik alles heb gedaan wat je wil, maar ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat het goed genoeg is dat je me door die poort laat komen. U gaat volgens mij glansrijker door. Zo zal ze lachen, maar dat is mijn grootste vrees. Ja. Ik zeg, dit zijn de talenten, ga je vermenigvuldigen. Ik kan ze niet daarin houden en dan zeggen, dan verwacht ik van jou dat jij mij moet vermenigvuldigen als ik het niet heb kunnen doen voor de anderen. Ik weet niet, dat is mijn biggest fear. Maar we zijn hier in uw atelier. Misschien kunt u ons, en even kennis laten maken met uw studenten. Want wanneer men hoort student, dan denkt men steeds aan een jonge vrouw. Maar deze is een student, een rijpe student, zou ik zeggen. Ze is 85, hè? Dat is uw oudste. Mijn oudste student is 85. Ze sprak vanmorgen. Helga. 85. Ze zal nu wel ouder zijn dan 85. Maar ze zal vandaag komen om de machine te brengen. Maar ze vertrekt zondag naar Nederland. Zo. Ja. Dus, ja. Maar ik heb jong en oud. Okay. Jong en oud. En vaker de vrouwen die met pensioen gaan. En denken, wat ga ik nu doen? En dat wat altijd al een hobby is geweest, dan krijgen ze weer de ruimte en de tijd om het op te pakken. Zo, ik heb heel veel van die vrouwen. En dan zijn het in verschillende gebieden dat ze bezig kunnen zijn. Ze willen misschien gewoon kleren naaien, ze willen borduren, ze willen appliceren. Sommigen willen leren quilten, biesjes maken, lakens maken, dit soort leuke dingetjes maken. Baby. Ja, dus alles wat met textiel te maken heeft, dat ik
de kennis heb en ze kan bijbrengen, leer ik ze. Hoofddoeken binden, ik weet geen hoofddoeken te binden. Ik wel, mijn hoofd is te vol, ik wil het niet ermee. Maar dan heb ik een paar mensen die dan hoofddoeken binden. Zie je? Doekjes. Dat is heel handig, ja. Kijk zo, dan leren ze dat maken. En dan kunnen ze maken, verkopen. Heel makkelijk een broodje verdienen. Maar wat ik het mooiste vond, want mevrouw Cornelli die vertelde, je kunt ook die machines repareren dus. Vroeger dachten we altijd, dat is mannenwerk. Nee, hè? Nee, het is niet alleen mannenwerk. Ik repareer ze omdat, kijk, je verkoopt de machines. Als de mensen problemen hebben, kan je niet zeggen, ik kan je niet helpen. Die machines kosten veel geld. En ik zei, vrouw, ik vind het zonde dat jullie iets kopen en dan het niet begrijpen. En dan zet je het in een hoek. Je gebruikt het niet meer. Het is allemaal vergooid geld. Weet je? Dus we leren ze met de machines omgaan. Machinekennis is ook een van de klassen die we verzorgen. Zodat je kan leren wat je machine doet. Alles op en top van je machine. En dan verdelen we het over misschien een maand voor de basis. En je kan altijd dan koppelen verschillende cursussen aan wat je kan halen uit je machine. Bijvoorbeeld een kussenklas. Kun je kussen ompakken? Een kussenklas. Dan is er een maandje waar je leert kussens maken. Verschillende soort kussentjes maken. Oh, ja. Dat is een kussen daarvan. Wow. Ja. En kwaliteit is ons eerste vereiste. Je kan, je hebt ook tassen waar je tassen kunt maken. Oké, dat is ook een kussen. Ja, dat is ook een vorm van de kussen. Deze kussen hoort bij de lakenklas. We leren je hoe je lakens maakt, setjes, waar je dan een complete lakensetjes kan maken en verkopen. Je kan het voor de baby doen, je kan het voor volwassenen. En we geven je dat helemaal uit hoe meet je het, hoe doe je het, wat moet je doen, zodat je een complete kwaliteitsset hebt. Ja. En ik hoor nu ook een ander woord, kwaliteit. Kwaliteit is onze eerste vereiste. Eerste vereiste. En vaak zegt men, de studenten zeggen, ja mevrouw of mama, de mensen willen niet betalen. En weet je waarom men niet denkt, als het, je hebt het al hier geschreven. Als je zegt, wat kost het? 50 gulden mevrouw. Dan je uitdrukking straalt al uit dat je bijna bang bent. Eigenlijk. Ja. Bijna zeg jij zelf, eigenlijk vind ik het duur. Yes. Ze gaat me niet zeggen, omdat je het al hier hebt geschreven. Ze lezen het zo van je af. Okay. Maar je zegt, wat kost het? Mevrouw, 50 gulden. Kom te kijken. Kijk naar de kwaliteit. Ik zeg ze ook. Ja. Kijk, een panje maken. We maken de mooiste panjes, toch? Zal ik je de geschiedenis geven van de panje? Voor mij. Ja. Ik kwam in Suriname en ik ging naar de stad. Mm-hmm. Toen had je aan de Zwarte-Hovenbrugstraat, had je Decorama, toch? Ja. En aan de overkant zat een Chinees. Mm-hmm. En er was een maron vrouw daar, had ze op aan het diefijzer panjes gezet om te verkopen. En in de verte, dat ding was zo prachtig. Mm-hmm. Ik zeg, wauw. Wat een mooie panje. En ik kijk naar die panje en begin overigens te steken. Ben even auto me geslagen. Ja. Die chef was ik loop naar, hoe dichterbij ik kom, hoe teleurgestelder ik raak. Dan denk ik, Navasandi's autobon nak me. Maar weet je, dan vraag ik die vrouw, wat kost die panje? Ze zegt, 65 SRD. Dan denk ik, wauw. Waarom was je teleurgesteld? De kwaliteit is heel slecht. En het is niet omdat ze het slecht wil maken. Ze doet haar best met de kennis die ze heeft. Met wat men er geleerd heeft. Maar veel vrouwen doen applicatie, maar niet op de juiste manier. Applicatie is een van de beste klassen die we verzorgen. Dus als je nou veel betere panjes in de omloop ziet, is omdat ze hebben geleerd om het een beetje om het beter te doen. Dus wanneer ze zeggen, ja, oké. Dit kost 65 SRD. En dan denken ze, je krijgt 65 SRD in handen. Dan denk je, ik heb een heleboel geld. Maar je hebt verlies geleden. Je hebt dat, die stof gekocht. Die twee stoffen gekocht. Garen. Je machine. Je tijd. Toch? Alles dat je erin hebt gestopt. Dan vraag je 65 gulden op dat moment. Maar je hebt dan meer dan dat uitgegeven. Je hebt dan meer dan dat uitgegeven. En dat zijn die dingen die me daartoe gedreven hebben om dit bedrijf te starten. Want als ze beter wist, zou ze een beter product maken
En dan kan ze zeggen, als ik vraag wat kost die panje, dan kan je gerust zeggen 125 gulden, mevrouw. En je kan het zeggen omdat je weet dat je een kwaliteitsproduct hebt. Ja. Dus dat heeft dan de drijfveer. En leren, niet bang zijn om je product te marketen als je weet dat het een goede kwaliteit is. En dat leren ze en kunnen nou een beter bestaan hebben. Absoluut. Ik heb een student gehad die een quilt gemaakt heeft. Een mooie quilt. De quilt was zo mooi. En ik zei tegen haar, maak die quilt af, ik wil het voor de open house. Ze zei, ja, maar die quilt is nog niet klaar. De quilt is nog niet klaar. Ik zeg, waar is die quilt? Ja, Etel, ik heb het nog niet klaar. Ik zeg, breng die quilt, ik wil het hebben. En uiteindelijk kwam ze, ik heb het gebracht hoor, maar... Ik heb het zo van, ik zeg, geef hier. Want ze ziet niet in, ze ziet niet waar de quilt... En het was niet af, het moest nog een... We zeggen het gesandwich worden, het krijgt een laag, een bettinglaag zoals dit bijvoorbeeld is. Ja. Dus het was gewoon het gestikt nog. Ik heb gezegd, we gaan het daar hangen. En het was de eerste quilt die werd verkocht voor 900 gulden. Wow. En ze twijfelde. Die werd verkocht voor 900 gulden. Later zei ze, kwam ze, Etel. Nee, Edel, dit moet ik jou geven. Want als ik niet naar jou had geluisterd, was die quilt nog daar in de ding. Je moet ze leren de waarde te laten zien van wat je doet. En weten, je bent het waard. Wat je doet is goed, het is kwaliteit. En als je het tentoonstelt, als men weet dat je daar bent en het is goed, hoef je niet bang te zijn. Je gaat het verkopen. Je gaat het verkopen. Dus al dat soort dingen moet je bijbrengen, want ze zijn eigenlijk een beetje bang. Ja, mensen gaan niet betalen. Ik zeg, als ze niet gaan betalen, nee. Neem die ene pangie, die lelijke toch, zet het naast de jouwe. Zeg, wat kost dit? Deze is 65 gulden, mevrouw. Die is 125. Welke wil je hebben? Je wilt toch altijd het beste hebben? Oké, waar moet je dan gaan hosselen? Je hoeft niet te hosselen, toch? Dus ze gaan zelf een keus maken. Je hoeft niet te hosselen. Maar kwaliteit spreekt voor zichzelf. Weet je? We kunnen uren doorgaan. Maar mevrouw Overman, nee, dat is geweldig. U zit er vol van in. En ik heb het gevoeld. Ik denk dat de kijkers het ook zullen voelen van... Deze vrouw heeft passie voor haar werk, voor haar hobby, voor alles wat ze doet. En belangrijk is dat ze aan kennisoverdracht doet en gaat voor kwaliteit. Nou, wat zegt u tenslotte tegen de kijkers? Wel... Ik repareer ook machines, toch? Omdat als je wat doet, als je wat verkoopt en de mensen betalen goed geld, dan moet je zorgen dat je een goede achterservice hebt. Ik doe niet omdat ik zo graag machines wil repareren. Is een noodzakelijk kwaad. Maar vrouwen kunnen ook machines repareren. Als men soms kijkt naar hun machines, als ik je eentje wijs wanneer het open is, dan willen ze bijna flauw vallen, want ik heb hun machine helemaal uitgekleed. Weet je? Maar dat is wat je doet als je een machine moet repareren. De fout gaan zoeken. Het is heel intensief werk. Maar als er jonge mannen zijn die dit beroep willen leren, zou ik ze zo graag aanraden. Je hebt elke dag geld. Je gaat eten. Je gaat niet pinaren. Als er een paar jonge mannen zijn, als u een paar kent, dan ze leren machines repareren. Het is een goed beroep. Het is geen... hoe zou je het noemen? Een nevenberoep. Het is een heel belangrijk beroep. Ja, en vrouwen, ik leer mijn vrouwen zoveel mogelijk van de machines. Zodat ze niet voor alle wisselwasjes naar iemand moeten gaan. Zodat ze het zelf kunnen doen. Maar het diepste in kan je ze toch... Moeten er mensen zijn die het speciaal kunnen. Er zijn een paar dames die het hebben geleerd. Die toch nog wat kunnen. En misschien niet op de schaal. Maar er kunnen best nog wat meer namens komen. En als ze het willen leren, kan ik de Brother Company overhalen om ze te komen leren. Echt waar, we hebben die mensen nodig. Is ook een beroep. Is ook een beroep, ja. Wil je die machine zien? Die lege machine? Kom, even. We gaan even lopen, meelopen. Even kijken. Een lege machine. Ik ga denken, wat gebeurt er hier? En daar staat ook, onze hulp is van de Heer. Ja. Die hemel en aarde ja, gemaakt. Als ik een house heb, heb ik het altijd daar. Want met zijn kracht en met zijn wijsheid die hij in ons stilt, kunnen we doen wat we doen. Zo.
Ik ben daar elke dag dankbaar voor. We gaan naar die machine. Zo, dus we zijn nu hier bij de machine. Het is netjes afgedekt, zie. Dat je niet schrikt van wat er hier gebeurt. Maar dit is bijvoorbeeld de machine die is ingekomen van een vrouw. Ze hebben ze hier gekocht. En nu steekt die machine alleen maar achteruit. Oh. Dus ze kan er niks mee doen. Ja. Maar ze hebben bepaalde dingen gedaan ermee, waardoor het is ontregeld. Ja. Dus dan moet je nou helemaal open komen maken. En dit zijn computergestuurde machines. Wij doen meer de higher-end machines. We doen niet de gewone mechanische machines. Ja, en dan ga je dan moeten gaan onderzoeken wat is er met de machine. Je gaat de computercomponenten moeten weghalen, onderzoeken. Bijvoorbeeld gaan kijken, wat is het? Is het de motor? Is er wat bij de rotary hoeks? Of de naalden zijn niet in de juiste plaats? Dus de spanning is hier niet goed. Misschien is de moederboord zelf niet in orde. Ja, soms. Dat alles kunt u? Ja. Ik ben onder de indruk. Okay. Dus je moet hem uit elkaar halen, gaan onderzoeken wat is er ermee. Dat probleem oplossen. Soms heb je nieuwe onderdelen nodig. Moet je ook laten bestellen. Soms zijn het dingen die je gewoon moet adjusten. Weer bij de spanning weer gaan veranderen. De timing weer in elkaar gaan zetten. En dan als je klaar bent, dan moet je hem weer in elkaar gaan zetten. Helemaal weer in elkaar gaan zetten. Al zo'n componenten zijn hier. Hoe lang doet u hierover? Zo, het ligt aan het probleem. Ik kan een machine hebben die een klein probleem heeft. Dan kan ik een uurtje bezig zijn. Maar soms heb je een machine waarmee je dagen bezig bent. Soms wil je het gewoon bonken. En dan wanneer u dat doet, dan plotseling, daar is het. En wanneer je het hebt ontdekt, dan denk je... Oh. Maar je kan soms dagen bezig zijn. Soms moet je het gewoon laten. Maar dat kan je frustreren. Ja. Laten, een andere pakken. En soms gewoon je hersenen een beetje... laten luchten en dan uiteindelijk kom je er wel achter. Ja, maar... Mooi hoor. Omdat het, Nee, mooi, ja. Mooi. U bent echt bezig. Elke dag heeft u iets te doen. Ik heb elke dag wat te doen. Ik heb niet genoeg tijd. Dan zeggen ze, oh mevrouw, deze klas. Hoe lang zeg je al, je gaat deze klas geven? Ik zeg, ja, maar dan moet ik misschien nog 2 dagen in de week krijgen. Dan zou ik misschien tijd hebben om dat te doen. Maar er is niet genoeg tijd om alles te doen. En soms moet je even een break nemen. Ja. Dus dit jaar heb ik hier open house. Zo, ja. So, als je het ziet, volgend jaar mag je me bellen. Dit jaar ga ik nog even een break nemen. Ik ga nu die afspraak met u maken. Volgend jaar komen we weer langs. Ja? Is goed. Okay. Ja. Nou, kijkers, mevrouw Overman, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dank je dat je toch een tijd voor me gemaakt. En dat ik stel het heel erg op prijs. Ik stel het nu meer op prijs, want ik heb heel veel geleerd. Ik neem aan u ook. Heel veel dingen hebben we gehoord. Maar mevrouw Overman heeft bepaalde dingen meegegeven. Wees niet bang om samen te werken. Doe aan kennisoverdracht en ga voor kwaliteit. En als je kwaliteit levert, hoef je niet bang te zijn dat men even een beetje gaat schrikken of bang gaat zijn om te betalen. Men betaalt graag voor kwaliteit, omdat dat lang meegaat. Bovenal. Je hart moet erin zitten. Je hart moet erin zitten. Als je hart in zit, komt alles in orde. Laat niet het geld je drijfveer zijn. Yes. Laat je hart je drijfveer zijn. Ja. Dan komt de rest automatisch in place. Helemaal. Ja. Ja. Nog een belangrijk ding dat we meekrijgen. En vooral wat hier achter u staat. Dat heeft ze ook aangegeven. Ze laat de Heere haar leiden in alles wat ze doet. En ik zie dat het lukt. Ik ben toe dan mezelf verder voor onszelf hebben. Heel hartelijk bedankt en succes. Dankjewel. Kijkers, zo ben ik gekomen aan het eind van dit In Gesprek Met. Gewoonlijk heb ik 2 onderwerpen, maar u heeft het gemerkt. Het was zo interessant. Dus ik kan mevrouw Overman niet onderbreken. Ik denk, nee, laat ze ook de vrouwen, de kijkers een beetje schudden van... Luister, als ik het kan, kan u het ook. Dus ik zou zeggen, komen jullie allemaal les volgen hier? Ik weet niet hoor, ik weet niet de borduur of nee, dus ik weet niet wat voor les. Maar ik ben geïnspireerd. Ja. Vaak vraagt men, wat moet ik, ik kan niets mevrouw Eker. Ik zeg, wat wil je? Ik heb je alleen je hart nodig. Als ik dit heb, dan kan ik het molden en dan ben jij de beste student. Die zijn de beste studenten, als ze niks weten, kan je ze molden zoals je wil. En voordat je denkt, hebben ze het in.
U heeft het gehoord. Kom samen met mij. We worden student van mevrouw Overman. En laat me zeggen, bedankt voor het willen kijken naar deze aflevering. Heel interessant. De kennismaking met mevrouw Ethel Overman. Designer, teacher en consultant. En u heeft het gemerkt. Ze doet het met passie. Als u iets doet, doe het ook met passie. De herhaling van dit programma is vanavond om 8 uur op kanaal 12.2. Tot de volgende keer. Goeiedag.